Ook deze aflevering gaan we natuurlijk weer gratis schieten bij een sponsor. Zoals je ziet staan we vandaag in Harretje Oldenzaal omdat we gaan gratis schieten bij De Engel. Hey Bas, alles goed? Ja, prima, dat is met jou. Absoluut. Zeg, leuk dat jullie mee willen doen met gratis schieten deze keer. Waar gaan we eigenlijk gratis schieten? Het lijkt me heel verstandig dat we dat buiten gaan doen. Want ik ben al aardig zuinig op mijn café. En mijn voetbalkunsten zijn niet van die aard dat ik niet kan garanderen dat ik hier de boel niet kapot ram. Dus ik denk dat we gewoon lekker naar buiten mee gaan. Mark, wie was? Wat een toeval. Hoe is het? Ja, goed. Kom erin. Wat ben je aan het doen? Gratis schieten? Oh, Quick TV. Ja, Bas, ben je een beetje bekend met het gratis schieten? Ik heb Quick TV wel eens gezien, dus de laatste keer weet ik niet of Thijs Nijhoff dat toevallig was. Maar die had voor mij niet zo heel veel voetbaltalent, maar ik ken het wel, dus ik heb het wel eens eerder gezien. En ik hoop dat ik het beter afbreng dan gemiddeld volgens mij. Ja, wat vraag je ervan? Ik zeg gewoon lekker niet veel, want dan kan het alleen maar meevallen. Is goed, succes. Joe, dank je. Ja, Bas, dat is een aardig begin, toch? Ja, ik ben aardig tevreden. Goed zo. Ja, wij zijn altijd benieuwd, wat is de binding tussen jullie en Quick 20? Een binding voor mij met Quick 20 is in eerste geval het voetbal zelf. Ik voetbal gelukkig zelf nog wel, op dit moment even niet. Ik hoop dat ik over een week of twee weer trainingsveld op mag. Maar ik voetbal nu 15 jaar bij Quick 25, het vriendenteam. Eigenlijk zijn we Quick het vijfde. Sinds 2 jaar zit ik ook bij Team Commercie, dus voor de sponsoring en dergelijke. Dus dat zijn nog de 2 bindende factoren die ik heb met Quick 20. Hey, Mark, ben je nog steeds aan het schieten? Ja, jongen, ik bak er bijna van, dus misschien dat jij dat beter kunt, man. Moet ik even helpen? Ik heb wat moed ingedronken. Jammer Bas, sorry. Ja, ik ben je heel dankbaar, joh. Quick Business brengt vandaag geen geluk. Ja, Mark, de laatste schot heeft helaas niet geholpen. Sorry. Ja, ik heb, misschien had ik ook iets te veel gedronken. Was ik zo lekker. Ja, Bas, uiteindelijk tevreden? Ik ben uitermate tevreden. Ik heb het beter gedaan dan mijn maatje Mark. Dus dat gaat hij nog wel langer horen dan vandaag. Ja, tot slot wil je misschien nog iets van jouw café laten zien? Nou, ik zou zeggen, kom gewoon lekker binnen en dan laat ik je wel zien hoe het van de binnenkant uitziet. Ik denk dat voor de meeste mensen wel redelijk bekend is, maar... Mocht je het toch niet weten, dan bij deze, kom er maar in. Ik ga met je mee. Yo. Nou jongens, proost op goede afloop. Nooit vallen. Is gewoon in de café toch vaker dan op veld, hè, Mark? Helaas wel.